Los. Echt super kort, we hebben het al een paar keer gedaan. Herhalen de scoop van beneden. Enkel pakken. Enkel pakken. Voet in de heup. Die gaat achter de knieën, achter de enkel. Maakt niet uit van allebei. Wat ik dan doe, die duw ik. Deze hou ik vast. Die hou ik vast als het goed is. Valt op zijn bil en ik kom gelijk omhoog. Ja, als ik kom rollen, ik kom omhoog. We hebben gedaan. Knieslijstel. Laag blijven. Induiken. Je knie gaat er langs. En ik sluit aan. Zij. Ik ben hier bij Brazilian Jiu-Jitsu. Het eerste half uur is voorbij. Ik heb ook een heel mooi shirt aan van een van de trainers. Ja, het is echt leuk om te zien, want ik ben hier dus met twee jongere yogis mee aan doen met les. En hoe ze met elkaar spelen en hoe de instructeurs hun les geven is echt zo leuk om te zien. Omdat dus de twee instructeurs samen les geven wisselen ze iedere keer af. En kun je dus precies zien wat de bedoeling is. Nu gaat het nog steeds te snel voor mij. Ik vind het wel echt een leuk sport. Dat je gewoon een beetje aan het sparren bent en dat eigenlijk niks fout is. Je moet gewoon zorgen dat die ander op de grond komt te liggen en dat je bovenop zit. Het gaat ook niet per se om sterk of al dat soort dingen, maar het is gewoon slim zijn. Strategisch nadenken. Ga zo sparren. Ik ben heel erg benieuwd, dus blijf kijken.
zou ik gaan sparren. Je gaat winnen. Ik zou hem helemaal slopen. Ja, nou ja, weet je, ze zeggen het van, die man daar zo, die... Zie je, daarom ben ik het heel beter. Dus Brazilian Jiu-Jitsu zit erop. Nou, ik heb trillende handen. Erg intens. Wat maakt deze sport nou anders dan judo, kickboksen, alle andere vechtsporten? Wat maakt Brazilian Jiu-Jitsu? Behalve de moeilijk uitspreekbare naam. Kijk, wat ik denk is... bij andere vechtsporten, alles is heel erg belangrijk, hè? Laat ik dat voorop stellen. Maar op het moment dat je iemand kan, of dat iemand je wilt slaan, dan kan je gewoon weglopen. En op het moment dat iemand je vastpakt, dan kom je niet zo gauw weg. En om dan te weten wat je dan moet doen, is heel nice. En judo is daar ook heel goed voor. Alleen ons probleem met judo is vaak dat je maar 5 minuutjes spart in een hele les. En bij ons is een training gewoon letterlijk een uur techniek. En een uur sparren. En in het sparren dan leer je. Dus ik denk dat onze stijl gewoon heel erg bekend staat om het heel veel sparren en heel veel oefenen. Natuurlijk ook een Krav Maga verleden. Wat maakt dan dat jullie overgestapt zijn naar Brazilian Jiu-Jitsu? Dat kan je eigenlijk een beetje op dezelfde manier beantwoorden, denk ik. Tenminste, een van de grootste redenen is ook de manier van trainen dus. Waar Jesse net zei dat het sparren bij andere grappling sports heel kort is en heel fel dan. Waarbij ons het dan wat langer duurt. Was het bij Krav Maga eigenlijk niet sparren. Dus dan was het gewoon, hier heb je een techniek, dit moet je doen. En daarna ging je dan naar huis eigenlijk. Dus dat miste echt heel erg. We dachten, ja, het sparren, dat is waar je het leert. Dat is waar het om gaat eigenlijk. En dan voor degene die helemaal niks van deze termen weet, grappling is? Dat is worstelen. Ja. Alle sporten die daarmee te maken hebben. Alles zonder slaan, zeg maar. Dus alles met vastpakken en gooien. En ja. Jullie bieden dit hoe vaak in de week en waar aan? Nou, nu zitten we alleen in Almere. En we geven nu 1 les per week. En dat doen we gewoon voor kinderen. Omdat we dan vinden dat jiu-jitsu ook heel goed is voor self-defense. Dus voor zelfverdediging. En we willen heel graag uiteindelijk meer lessen doen door de week. Maar ja, we zijn net begonnen. Maar het gaat uitbreiden in Almere. Almere Poort. Nymfenplein 1. Spartec. SPARTEC. Volg ons op Instagram, Facebook. Dus, en wat heb je nodig voor deze sport? Een mat en een... Geen speciale kleren. Ja, als je komt trainen, dan is een t-shirt en een kort broekje is prima. Uiteindelijk dan ga je zo'n mooi strak rash guard, zoals het heet. Is dan wat chiller daarvoor, maar in principe... Ja, het is alleen puur ook vanuit hygiëne, zeg maar, dat je huid op huid een beetje vermijdt en dat je dan iets erop hebt. Alle leeftijden kunnen dit, of zijn er nog speciale skills die je moet hebben om dit beter te kunnen voordelen? Nou, het mooie van het BJJ is dat... Elke persoon die kan zeg maar zijn eigen stijl een beetje vinden. Is bijvoorbeeld, er is een team in Almere en die heeft iemand trainen van 67. Dat is best wel een oude gast en die kan heel veel dingen niet doen. Maar er zijn ook weer heel veel dingen die hij wel kan doen. En zijn hele spel, daar heeft hij dan dingetjes uitgehaald die voor hem mogelijk zijn. En daarmee pakt hij gewoon mensen. En dat is heel erg vet. Ja, en ik ben dan weer iets flexibeler en ik heb een beetje een bochel in mijn rug. Dus ik kan hier heel makkelijk draaien en rollen. Voor elk body type, zeg maar, is je sowieso wat. Ja, je kan het doen vanaf elke leeftijd. Ja. Iedereen kan het doen. Geen excuses meer dus. No excuses. Je bent dus van het ronddraaien en flexibelheid. Wat zijn jouw skills? Wat Mijn is jouw skills. Move? Ja, deze ga ik. Denk, je hebt het net als... Ik weet niet wanneer dat filmpje erin komt in de edit, maar je hebt mijn skills al gezien eigenlijk, hè? Met deze jongen hier zo. Mm-hmm. Nou ja, gewoon het neergooien. gewoon eigenlijk is mijn skill is het element... Van verrassing. En dan gewoon stiekem van achter gaan choken. Dat spijt goed in mij. Okay. Dit was Brazilian Jiu-Jitsu van de Sportmaand. Vergeet niet doneren en proberen. Dus kom een keer deze sport proberen. Nou, het liefste bij deze jongens in Almere. Anders geen idee waar je nog meer kan doen. Maar doneer voor die kinderen die niet zelf het geld hebben om te kunnen sporten. Om dus bijvoorbeeld BEA te gaan doen. En geef even een thumbs up. En volg Team Oranje Fitness en... Spartec. Hey. Oes.